Het gaat om de theorie achter ons brandweervak. Dat is opgedaan door onderzoek en een analyse van praktijkervaring. En hierin beschrijft de brandweer hoe wij zo veilig en effectief mogelijk kunnen optreden. Het is zeker geen voorschrift of procedure, maar het biedt ons vooral inzicht en kennis in de wijze waarop wij ons werk het beste kunnen uitvoeren. De branden van tegenwoordig zijn niet meer dezelfde branden als 25 jaar geleden. Nieuwe kunststoffen, snelle brandstoffen, die hebben ervoor gezorgd dat ons brandverloop dermate is veranderd, zodat we ook anders moeten optreden. Dus de risico's zijn daarin toegenomen. Tijdens de verkenningsfase van een inzet kan het GRSTV-model ons helpen om een inschatting te maken van de brand. In welke fase van de brand bevindt hij zich? Maar geef ook mogelijke voorspelling over hoe de brand zich mogelijk zou kunnen gaan ontwikkelen. En daarbij kan je dan van het kwadrantenmodel een keuze maken in de tactiek die past bij de situatie die er op dat moment toe doet. Het is dus een model dat ons helpt bij de inzetbepaling, want elk kwadrant kent zijn eigen doelstellingen. En aan de hand van die doelstelling kies je de bijbehorende tactiek, maar ook techniek en de tools om het inzetdoel te bereiken. In het verleden was de brandweer vooral bekend met de offensieve binneninzet en een defensieve buiteninzet. En daar zijn twee nieuwe begrippen aan toegevoegd. Hè? De offensieve buiteninzet en de defensieve binneninzet. Nou, gezamenlijk helpt het ons om de juiste keuze te maken van de tactiek, afhankelijk van de omstandigheden die we zullen aantreffen. Bij de brand in Dennekamp is aanrijdend en met name te plaatsen een inschatting gemaakt van de brand, de omvang ervan, ook het gebouw aan de hand van het RSTV-model. Nou, in dit geval was die brand dusdanig ontwikkeld dat het blussen van de brand op dat moment niet mogelijk werd geacht. En daardoor hebben ze ingezet op het naastgelegen pand door middel van een defensieve binneninzet. De bevelvoerder geeft aan, die hebben wel overdruk gezet, waarmee voorkomen wordt dat brandgassen zich kunnen uitbreiden naar het naastgelegen compartiment. En dat past binnen de filosofie van het kwadrantenmodel. Nou, dat is een kwadrant die relatief nieuw is, waarbij we vooral aan het onderzoeken zijn van hoe kunnen we dit kwadrant effectiever doen. Dus hij heeft een combinatie gemaakt gedurende de inzet van meerdere kwadranten. En dat is ook wat voor hem en misschien ook wel voor de overige eenheden veel duidelijkheid heeft geschept. De aankomende jaren zullen we sterk blijven investeren in die onderzoeken, in innovaties om ons optreden veiliger en vooral ook effectiever te maken.